van Nico Koek van het Paragonda team en de nummer 126. Dat zal Sicurantief op handen met die bank al 50 minuten hebben. 160 races wing af. Nu staat er dan op 2011 verbonden. Amper en Energier met een voorsprong van 36 seconden op Emma Jovensson. De Nederlandse Adrie Visser was toen de derde. De Nieuw-Zeelandse Rochen Gimon was nu de. En Martine Brassen maakte voor de slag op een derde plaats. In 2010 was de en op die punt of still 4 minutes. Dat betekent uiteraard nog dat wij hier de absolute heerschappij moeten noteren. En het is Van Vleuten die leidt dan ook hier in de rondetijd van 13.43. Nog twee ronden af te werken. Hier is dan ook nu toe still 2 laps. Met Gebruno dan ook en Philipsje dan ook als laatste dame dan ook hier in dat prachtige trio dan ook. Twee ronden af te werken. Tijd is geen 3 minuten 57 seconden. Twee ronden momenteel dan ook nog af te werken voor dan de peloton met een tijdsgeld van 4 minuten. 1 kaart de ketminuten gestapt op. De tour, stille toelaps, door 2 ronden. Nog 2 ronden voor dan de peloton. Ancora due giorni, dat betekent dat we uiteraard dan ook alle namen dan een keer hebben. Achteraan dan ook nog een Amerikaans ontmoeten dan ook. En dan straks rekening houden dat wij nog op het einde van de inspanningen op zoek dan ook de motard de richting draaien. En deze dames dan ook einde van de wedstrijd. Fankoeks, mesdames, end of the race. Zo gaan we uiteraard dan ook einde van de wedstrijd moeten laten aankondigen. Voor dat gezelschap, dames, met ruim 8,5 minuut op de teller. Zo ontmoeten we uiteraard dan ook nog in de volgende met de concurrentie. En hier op weg dan ook met dat trio. Onder het commando van de Willems. Een last lap en een diepe nog 5 minuten. En daar gezelschap van Vleuten en Verjeger. Meteen dan ook als laatste dame dan ook hier. In laatste ronde die zij momenteel dan moeten gaan brengen. Laatste ronde van de wedstrijd. Last lap. Dit je tour. Ultima Giri. Laatste ronde van de wedstrijd. De laatste ronde met een tijdverschil van 3 minuten 26 seconden. Ik ga 2 minuten fancy is with the difference of 3:32 waarvan we het open op dan ook hier beide dames achtervolgens dan ook bij het debuut van de laatste ronde. Vooraleer we dan ook hier op weg zijn met de dansgezelschappen dames op weg dan ook hier voor de slotfase van de wedstrijd. We gaan spurten dan ook en het wordt uitkijken dan ook hier en het is uiteraard dan ook Van Vleuten die komt binnen dan ook een tweede plaats voor Ferio Brunet en een derde dan ook voor Willems Filleton. Of zijn er nog enkele dames die in extremis dan ook de dans zijn ontklept. En dus zo gaan we uiteraard dan ook gaan spurten voor de ereplaatsen. En dat wordt uiteraard dan ook uitkijken naar de wereldkampioen die dan ook hier en titel dan ook op een waardige manier gaat demonstreren dan ook op het einde dan ook hier van de inspanningen die we hebben weten te volgen bij de dames. Einde van de wedstrijd dan ook alle dames nog even dankbaar wezen om in zo'n grote getallen dan ook hun acte de présence te tekenen ter gelegenheid van de...
dames en heren, Linda Willemsen. Voilà, dat is de Deense dame die er tussentijd dan ook naar Nieuw-Zeeland is getrokken. Dat is onze Miss Flandriën die van de gelegenheid zal gebruiken dan ook om zich samen dan ook de organisatoren te laten doen. En de regerant Henkien maakt van de gelegenheid gebruik dan ook om deze dame toch even een warme knuffel te geven. We gaan naar de tweede plaats. Deuxième place, gouvernant de la France. Vos applaudissements, Christelle Ferrier-Bruno. La voilà. De meulenaren dan ook, de woningbouw dan ook, de mannen die dan ook garant staan dan ook voor een veiligheidsorganisatie op de piste in de Rumbeke. En dus wat de reddende engel is dan ook in de Rumbeke voor wat betreft de velodrom. En dan gaan we naar de overwinnares van vandaag, de schitterende laureate, tweemaal reeds in de top 3 weten in de top 5 weten te nestelen. Dames en heren, met onze Annemie van Vleuten op dat hoogste schavotje. De Nederlandse die vandaag uiteraard dan ook weer sterker worden. Max straks dan ook uit de handen van Gerlinde, de provincietrofee, maar eerst de bloemen laten overhandigen dan ook van Sido de Buur. Het is Gerlinde van Wallinghem die de taak op haar heeft genomen om de trofee van de stad Roeselare dan ook te laten overhandigen. Dan hebben we de plaquette van de stad Roeselare. Dat is van José de Belse. Zo gaan we uiteraard dan ook hier de laureaten toch even moeten feliciteren dan ook op het einde van deze toch geslaagde organisatie. En dan een waardebon aangeboden dan ook hier ter gelegenheid van deze organisatie. En dat wordt meteen dan ook een warme opkikker dan ook hier. Een waardebon aangeboden door Van Wallinghem uiteraard dan ook hier op het einde van deze schitterende organisatie. Dames en heren, we gaan afscheid nemen van de zesde grote prijs van de stad Roeselare met een warm en daverend applaus voor onze drie leading ladies dan ook hier vandaag met Annemie van Vleuten, met dan ook Ferrier Bruno en Linda Willemsen. Het applaus van West-Vlaanderen dan ook voor dat prachtige trio die ervoor zorgt hebben dat we hier vandaag in de matten zijn gelegd geworden voor wat betreft de zesde editie van de grote prijs van de stad Roeselare. We gaan nog even danken.